sjippende bips, wat een vaart. O gruwelijke griebels, wat wordt de kleine rotsand voor haar allemachtig groot. O, daar gaat ze. Tonje doet haar ogen dicht. Daar is de rand. Ze krijgt kriebels in haar buik en prikkende benen. Tonje en de geheime brief van Maria Parr gaat over Tonje. Een meisje van 9 jaar oud. Een kleine donder die een fantastisch leven heeft in het Glimmerdal. Lekker sleeën, zingen, nieuwe vrienden maken en avonturen beleven met haar beste vriend, de 75-jarige Gunvald. Maar er zijn ook wat minpunten, want haar moeder is veel weg en Klaus Hagen van de nabijgelegen camping haat kinderen en is gewoon een hele vervelende man. De zaken veranderen op het moment dat Gunvald een brief krijgt. En hij er heel geheimzinnig over doet. Maar Tonje zou Tonje niet zijn als ze in al haar nieuwsgierigheid er niet achter zou willen komen wat er in die brief staat. En voor ze het weet, dreigt haar gelukzalige leven te veranderen. Een boek in de traditie van Pippi Langkous over een goed gemutst meisje dat nergens bang voor is. Nou, dat is niet helemaal waar, want ze is wel bang voor honden.